Nou, om oefening 2 goed te kunnen doen, moet ik aan een hoge wal gaan liggen. En ik lig nu nog in de box, dus ik ga op zich een hele oefening doen om hier de box uit te varen. En dan aan de hoge wal aan te komen. De hoge wal, als ik kan, is hier achter. Dat betekent dat ik achteruit aan stuurboord naar de hoge wal toe ga varen. En dan ga ik nu al bepalen of ik dat dan met de achtertros doe. Dat ga ik met de achtertros doen. Nu komt de wind van bakboord. Dus ik ga eerst de stuurboordlijnen losgooien. De springs heb ik al losgemaakt. De dubbele lijnen heb ik er afgehaald. Dan vaar ik als laatste met bakboord achtertros weg. En die laat ik dan in het water slippen. Dan zijn de rest van de lijnen los. Want op mijn bakboord achtertros kan ik koppel varen, in de box recht blijven liggen en zo rustig de box uitvaren. Dus ik ga dat even voorbereiden. Nu even de voorbereiding om slippend los te maken. Dat heb ik. Als ze dat kunnen doen. Water. Lijn los. En lijn binnenhalen. Oké. Op weg naar Hogewal. Kijk of er nog wat schepen aankomen. Ja, er zijn nog wat schepen aan het stootwielen, het stuurboord. We hebben een hoge wal. We gaan hier voor het schip liggen. Ik denk dat ik eerst een stukje verder vaar. Een rustiger gangetje maken. En dan ga ik hem achteruit tegen de wind in. Nou, dat is dus een draaiende wind.
achter is vast. Dat wil zeggen, achter is op de kip. Ga ik nu vast maken. En dan met vooruitgas naar de wal. Aan de hoge wal, dus de lijn is belangrijk in de stootwielen. Dat je daarmee aan de kant houdt. Ik ga voor vaster. Achtertros die zijn los. De middenbolder spring zit erop. En wat ik nu ga doen is een klein beetje gas geven zodat de boot zichzelf naar de kant trekt. En de boot trekt zichzelf naar de kant op het punt waar die aan de boot vast zit. En daarom is het belangrijk om daar stootwielen omheen te hebben. Dan heb ik ook ontdekt dat mijn boot met het punt sneller tot naar voren wordt getrokken. Dat kan ook te maken hebben met de snelheid van het schip. Dat wil zeggen dat ik hem niet in een langzame stand heb kunnen krijgen. En daarom heb ik nu ook aan de voorkant de druppel gehangen, zodat hij wat meer die schuine kant kan opvangen. Ik heb ook al de middenbolder kikker wat meer naar achter gehaald. Maar dan ga ik nog een stukje doen, zodat ik kan kijken of dat ook beter effect heeft. Voorbereid, dus ik ga nu zo zacht mogelijk gas geven, kijken hoe de boot dan naar de kant gaat. Ik ga dan bij mijn roer ook recht houden, misschien helpt dat ook wel. Ah, jongens, dit gaat echt een stuk beter, woehoe! Maar nu heb ik geen gas meer vooruit, dus dat is wel een fijne reden of het beter gaat. Oké. Hij moet toch weer iets vooruit blijven staan, omdat hij anders gewoon weer afdrijft. Nou ja, ik was wel heel blij met dit tussenresultaat. Dan ga ik nog een keer proberen. Voren, klik. Best hard, hè? Maar één ding, hij gaat minder met de punt naar voren. Hij zou zelfs nog een tikje naar achter kunnen. Ik
beter. Beter. Al heel veel voorbereidingen gedaan en ook al heel veel oefeningen gedaan. Dus dat is wel grappig om steeds meer te merken wat er beter werkt. Het is de middenbolder spring die ik ga gebruiken. De voor- en de achtertros die zijn vrij los. Die dienen gewoon als veiligheid dat de boot niet weggaat. En ik had de middenbolder eerst verder naar voren, naar de volgende scepter. Maar die heb ik nu naar deze scepter teruggebracht. Zodat als er spanning op de lijn komt, dat dan niet het schip in één klap met de voorkant naar opzij gaat. Hè? Ik heb al de druppel voorgehangen om die kracht op te vangen waarmee de boot dan toch naar de kant wil. Ik ben al aan het sturen met het roer, zodat ik hem wat rechter kan houden. En het derde element is dat ik probeer minder gas te geven. Maar in mijn geval, of in het geval van deze boot, daar ben ik nog niet helemaal uit. Betekent dat er toch redelijk wat spanning op komt te staan. Dus ik ga het gewoon nog een keer doen. Nou heb ik eigenlijk wel een vraag. En dat is, maakt het uit of ik de achterspring van de middenbolder naar achter breng? Of dat ik hem van de middenbolder naar de kikker, naar de lier breng? Ik ben een beetje aan het uittesten. Ik heb niet het idee dat het wat uitmaakt. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat de boot dan dicht bij de wal blijft. Of dat hij dan ook de dwarskant hier nog heeft. Goede oplossing eigenlijk zo. Kan ik hem hier bedienen, kan ik hem hier losgooien. Kan ik hem goed bij de wal houden. Ik denk dat vooral het gas geven, dat toch wel een dingetje is.